Gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen zijn volgens de Gelderlander bang dat er niet genoeg financiële middelen zijn voor het openbaar vervoer in de regio in verband met de bevolkingsgroei. Bij een groeiend aantal inwoners en een gelijkblijvend budget voor openbaar vervoer hebben de gemeentes een probleem. De uitbreiding en vernieuwing van het trolleynetwerk is onzeker door dit geldgebrek. Op dit moment rijdt in deze regio het bedrijf Hermes. Hermes wil niet investeren in de uitbreiding van het trolleynetwerk naar Wageningen vanwege de financiële risico's. De provincie Gelderland denkt dat het bus- en treinvervoer goedkoper gemaakt kan worden door Arnhem-Nijmegen samen te voegen met Rivierenland en een deel van de Achterhoek.